Bouwmarkt van Werkhoven bestaat al meer dan 50 jaar. Toch sluit het familiebedrijf nu de deuren. De firma is nog steeds voor 50% in handen van de familie van Werkhoven en eigenlijk niet meer weg te denken van de Oude Graafse Weg. Toch gaat dat nu veranderen. Directeur Rob van Werkhoven betreurt de beslissing enorm. Ik vind het jammer dat we moeten stoppen. We hebben hier heel wat jaren gewerkt. We zitten hier, ik denk op dit punt al meer dan 50 jaar. Ooit begon aan de Lange Heesestraat onder Montex Doe Het Zelf. Montage en techniek. Toen hier naartoe verhuisd, mooie zaak opgebouwd. Alleen helaas door leeftijd, concurrentie, et cetera, wordt het moeilijk. En dan hebben we besloten om de boel te stoppen. We kunnen geen opvolgers vinden. Er is geen personeel als ze niet toe bereid om op te volgen. Dan wordt het een gegeven moment moeilijk. We hebben dus een aantal jaren geleden een bedrijf in de arm genomen voor een opvolging of een overnamekandidaat. Helaas door de crisis is dat niet gelukt. En nu wordt het ook heel moeilijk. De omzetten zijn ondertussen zo ver teruggelopen dat een bedrijfsopvolging gewoon heel moeilijk is geworden. En de einde huurcontract. En op een gegeven moment dan houdt het gewoon op. Helaas. Wim Verwij werkt al meer dan 10 jaar bij het bedrijf en is intussen uitgegroeid tot bedrijfsleider. Toch houdt het ook voor hem binnenkort op. Deze sluiting betekent in een aantal opzichten heel veel voor mij. Punt 1, ik ben gewend de service te verlenen naar de klanten toe. Wij lopen nog voor een schroef mee. We liepen nog voor een schroef mee. Dus dat is eindig. Daarnaast is natuurlijk mijn baan. En dat is natuurlijk ook triest dat je op het einde van je loopbaan nog een traject ingaat wat je niet zou willen. Maar het voornaamste is toch dat er toch een heel veel teleurgestelde klanten zijn. Ik krijg ook dagelijks van potverdorie, wat jammer. Maar ja, V&D was ook jammer, maar we kochten er te weinig. En daar is eigenlijk de essentie van het verhaal. Naast wat dingen die op de achtergrond spelen, maar het is voornamelijk toch een economisch verhaal. We hebben het met gestegen kosten, verlaagde omzetten en verlaagde marges. Dus een heel groot deel komt ook door de leveranciers die naar schaalvergroting zoeken. Die dus bij de andere grootgrutters hele grote bonussen laten vallen die ik nooit kan halen. Dus die zouden tegen kostprijs kunnen hun verkopen en op het eind de winst opstrijken. Dat kan ik niet. En al die onderdelen bij elkaar, ja, die maken gewoon een toch wel trieste, maar bijzonder nette bedrijfssluiting. Want de eigenaar is er zeer op gebrand dat we dus op een fatsoenlijke manier, ieder het zijnde, dat we er netjes tussen uittrekken en niet het stempel van een faillissement op de rug krijgen. Dus dat doet het in feite allemaal met mij. Dat zijn allemaal gedachtes.